Dag beste maloten, dag beste tunnelvisionairs. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDM TV. Ben je nieuw of ben je nog niet geabonneerd? Doe dat even en druk de bel aan. Daar help je mij en het kanaal mee. And I know you as the future. Het is woensdag, tijd voor Niet de Mol dus. Voor mij de beste manier om de mol te achterhalen. Iedere woensdag neem ik de aflevering nog één keer met je door en kijk ik wie zich niet mols, maar kandidaats gedraagt. De kandidaat met de minste niet de molpunten maakt dus de meeste kans om de mol te zijn. Tijd is voor niet de molpunten aan de hand van aflevering 4. Laten wij beginnen. We gaan niet de molpunten verdelen voor aflevering 4, maar voordat we dat kunnen doen, kijken we nog eventjes naar de stand aan de hand van aflevering 1, 2 en 3 gecombineerd. Babs, Jip en Justin zijn afgevallen, maar maakt de kans om terug te komen in aflevering 4. Ik zal ze daar straks ieder 1 mol niet-punt voor geven, onafhankelijk van wie er terugkomt. Maar, let op, zij kunnen alle drie niet de mol zijn. Ik wil dat straks best nog een keertje uitleggen, maar voor het terugkijken naar deze punten van de afgelopen afleveringen laat ik ze dus eventjes buiten beschouwing. Het minst mols zijn na aflevering 3 Tooske en Anna met ieder 5 mol niet punten. Het meest mols is na aflevering 3 Rian met maar 1 mol niet punt. Zeer benieuwd wat deze aflevering met de punten gaat doen. Ik ga bij het verdelen van niet de molpunten uit van de beste posities voor de mol en wat we zien als kijker. Dit hoeft niet altijd daadwerkelijk de positie van de mol te zijn geweest. En wat wij te zien krijgen in de aflevering hoeft ook niet altijd het volledige verhaal te zijn. Sterker, dat is het eigenlijk nooit. Maar dat is wat we hebben om vanuit te gaan, dus daar gaan we dan ook maar vanuit bij het verdelen van de mol niet punten. Aflevering 4, getiteld Revanche, was ook best wel weer een lastige aflevering voor onze niet de molpunten. Opdracht 1, kijken, wel kopen, leverde €700 op. Bij opdracht 2, hoogspel spelen, viel er helemaal niets te verdienen. En bij opdracht 3, op het spel zetten, verdween er zelfs €500 uit de pot. Een zeer goede aflevering dus voor de mol. Oké, daar gaan we. Opdracht 1. Kijken, wel kopen. We zijn dus op zoek naar kandidatenacties. Rian, Jeroen en Anna die vormden het markttrio en moesten op de markt met €100 spullen kopen waarvan de andere groep zou denken dat ze duurder zouden zijn dan de spullen die Rick had gekocht. Jeroen die denkt her en der een paar keer af, waarmee je dus wezenlijk meer kunt kopen met het geld wat er nog overblijft. Ja, niet de molpuntje voor Jeroen hier. Anna die denkt dan ook nog een paar keer af, maar pas nadat Jeroen dat doet. Probeert ze onmols over te komen als mol of vindt ze het simpelweg een slim idee en gaat ze erin mee? Ja, dat is niet duidelijk, maar het is hoe dan ook een kandidatenactie in dit moment. Dus ook een puntje voor Anna hier. Jeroen zondert zich nog wel even af van de groep, maar wordt al heel snel door met name Rian weer teruggefloten. Rian lijkt overal, zij het met wat verse tegenzin soms, in mee te gaan. Ik zie haar hier niet per se molacties uithalen, maar ook geen overduidelijke kandidatenacties. Dus ja, nee, geen punten voor Rian hier. Dan houden we alleen de andere groep nog over bij deze opdracht. Rosario, Kees, Tooske en Fons. Zij legden een tocht af per fiets, kwamen langs punten waar er gebeld kon worden en hoe langer ze aan de lijn bleven, hoe minder geld er later per correct geraden item verdiend zou worden. Volg je het nog? Ik wel. Als de mol in deze groep zat, dan wil de mol hier zo weinig mogelijk geld overhouden per item. Zowel Fons als ook Rosario zorgden daar samen meermaals voor. Geen punten voor hen, want dit is erg mols en niet niet mols. Tooske die bleef ook maar pushen voor meer jokers, met name dus bij Rosario, dus ook geen mol niet punt voor haar. Kees is hier de enige die enkel lijkt te observeren en ook nooit de telefoon ter handen heeft genomen. Ook lijkt hij niemand te pushen om langer aan de lijn te blijven. Ook al krijgt hij later van Fons bijvoorbeeld een joker toegeschoven. Kees een niet de molpunt bij dit gedeelte van de opdracht.
Dan is opdracht 1 echter nog steeds niet klaar, want vervolgens moeten dezezelfde vier, Kees, Rosario, Fons en Tooske, gaan kiezen tussen de 9 objecten die de andere groep heeft gekocht en dat wat Rick gekocht heeft. Als ze de objecten van hun medekandidaten selecteren als duurste object, ongeacht of dat het duurste object was of niet, dan levert dat geld op voor de pot. 7 van de 9 objecten worden hier correct aangewezen. Een mol heeft voorkennis en zou mogen of zelfs misschien wel moeten weten welke objecten van Rick zijn. En daarvoor gaan. Fons heeft 7 keer voor een besluit gezorgd waarvan er slechts eentje fout was. Mol niet, puntje voor Fons. Ook Kees heeft 5 keer voor een juist antwoord gezorgd en 1 keer voor een niet juist antwoord. Ook een mol niet, puntje voor Kees. En Tooske is vooral ontzettend afwachtend. Praat amper mee, behalve een aantal keer een foute beslissing in het begin die Fons of Kees dan weer recht praten. En Rosario, die heeft van de 4 keer dat hij mee een besluit nam, het 2 keer fout gehad. Leek zich ook hoe verder dat ze kwamen, hoe minder te bemoeien. De reacties van zowel Tooske, overdreven blij zijn met het verdiende geld als het goed was, en Rosario, die er hier nogal weinig van lijkt te bakken en nogal mildjes lijkt te reageren op geld dat wel verdiend wordt, zijn eerder mols dan kandidaats. Geen puntjes voor hen. Dus met het einde van deze opdracht 1 puntje voor Fons en 1 puntje voor Kees. Dan opdracht 2. Hoog spel spelen. Lieve moloten, Jip, Babs en Justin, wie van hen er ook in aflevering 5 gaat terugkomen, kan niet de mol zijn. Dat levert extreem veel problemen op. Met onder andere de app, met kandidaten die nog wel in het spel zitten. Zo stonden Babs en Jip bijvoorbeeld ook niet meer bij vraag 20 als optie wie is de mol. De enige manier waarop dit had gekund dat een van de 3 de mol zou kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld afgelopen seizoen bij de mol België het geval was, is als de mol in een opdracht rood krijgt en direct daarna als onderdeel van diezelfde opdracht weer terugkeert. Zonder ook maar iets gemist te hebben. Wie er ook terugkeert van de 3, bij deze krijgen ze van mij allemaal een niet de mol puntje. Die noteer ik bij deze en zal ik aan de terugkomer toekennen aan de start van de video van volgende week. Dan opdracht 3, op het spel zetten, waarbij er maar liefst €500 uit de pot verdween. De kandidaten splitsen zich in 2 groepen die beide in een boot dezelfde puzzels en opdrachtjes konden spelen. Helaas krijgen wij als kijkers niet te horen wat er fout was en wat er per boot verdiend is of juist niet verdiend is. Of gehaald of niet gehaald is. Hierdoor kunnen we enkel speculeren. Ja, Jeroen zegt bij de C bijvoorbeeld Cameroen, terwijl dat met een K is, maar schrijft vervolgens wel Colombia op. Dat is goed. Bij de I lijkt het in plaats van Ierland, lijkt er I-land te staan, zonder de R, maar dat is te blurry om het echt zeker te weten. En ook de Rubik's Cube bijvoorbeeld, die Tooske met het mol-logo oplost, klopt in principe niet. Sommige vakjes zitten namelijk gedraaid, waardoor het logo niet correct te zien is. Maar we weten niet of dat goed gerekend is of fout gerekend is. Ook Rosario met bijvoorbeeld zijn doolhof leek goed te zijn, maar hij begon aan de buitenkant, niet aan de binnenkant richting de uitgang van het doolhof. Ook geen idee of dat door de productie goed of fout is gerekend. Ik kan daarom onmogelijk echt iets uit deze opdracht halen. Behalve dan dat de productie Jeroen ontzettend verdacht in beeld liet komen. Maar dat zegt denk ik meer over de edit dan over de daadwerkelijke mol die we proberen te zoeken met z'n allen. Daarom, met grote tegenzin en groot verdriet, geen punt bij deze derde opdracht. We weten het simpelweg niet. En daarmee kunnen we de balans na aflevering 4 gaan opmaken. De punten van aflevering 1, 2 en 3 blijven natuurlijk staan. En dan zien we dat na deze aflevering overduidelijk met ieder 6 molnietpunten Anna en Kees het meest kandidaats zijn momenteel. Op de voet gevolgd door Jeroen en Tooske met ieder 5 molnietpunten. Nog altijd bovenaan het verdachte lijstje met maar 1 molnietpunt vinden we Rian. Zij is daarmee, volgens onze punten dus, het meest waarschijnlijk de mol. Is dit omdat ze in aflevering 2 en 3 niet lekker was, buikgriep had en daar nu van bijkomt,
dus we haar zo goed als niet zien doen op beeld. En we haar daarom vaak ook geen punten kunnen geven. Ja, dat zou zomaar kunnen. Verdacht is het hoe dan ook. Na Rian zijn met ieder 4 punten Rosario en Fons het meest waarschijnlijk de mol. Volgens die punten. Maar de verschillen zijn nu nog extreem klein, dus alles is nog mogelijk. We gaan voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol aflevering 5 in met in principe 10 kandidaten, maar eigenlijk met 8 kandidaten, zodra een van de afvallers terug is gekeerd. Dat is natuurlijk bizar veel, dus het is ook niet zo heel gek dat de punten nog niet echt uitsluitsel kunnen geven. Deze punten hoeven dus niet te kloppen, maar bieden een net iets andere kijk dan speuren naar wie het wel is. Je hoeft het ook niet eens te zijn met de punten die ik verdeel en zou wellicht zelf bij verschillende opdrachten anderen juist wel of juist geen puntjes hebben uitgedeeld. Dat staat jou altijd vrij om een eigen Wie is de Mol niet schema bij te houden. Er werd me van de week ook nog gevraagd hoe het vorig jaar zat met deze de Mol niet punten. Ik heb dat dus eventjes opgezocht voor jullie. Na aflevering 4 van seizoen 23 waren Daniel, Soy en Anke het minst verdacht volgens de punten en Jurre en Ranomi het meest verdacht. Na aflevering 6 waren Jurre en Ranomi nog steeds samen het meest verdacht volgens onze punten. En na aflevering 8 had Daniel de meeste molnietpunten, 12 maar liefst, en bleek daaruit dus niet de mol te zijn. En Jurre had er het minst met 1 punt verschil ten opzichte van Ranomi. 4 punten voor Jurre tegenover 5 van Ranomi. Zo zie je maar, het is zeker mogelijk om met deze punten de mol te achterhalen. Of in ieder geval je zoekveld naar nog maar 2 kandidaten te verkleinen. Laat me even weten wat jij denkt in de reacties. Vind je mijn video's fijn? Abonneer dan alsjeblieft even en druk de bel aan. Dan know you nog steeds als first to the future. En mocht je nu nog kijken, verwerk dan het woord marktmol in je comment, dan krijg jij een lekker commentkoekje van mij. Ik zie jullie vrijdag weer wanneer ik samen met Arno ga reageren op jullie reacties. Of morgen mocht er ineens nog briljante hints verschijnen die een eigen video nodig hebben. Dank voor het kijken, deel deze video met al je molvrienden en tot de volgende keer.